Famos, zei Ruud van Nistelrooy gisteren. Potverdikke me, zei hij erachteraan. Bleek dat uit de wedstrijd van vandaag? Nee, dat bleek helemaal niet. Even een oprisping natuurlijk aan het einde, maar dat is veel te laat. Je moet gas geven. En natuurlijk was de intentie om in de eerste helft, en zeker in het begin, om daar een offensief te creëren door hoog druk, wat er in uitwedstrijd gebeurde. En dat kregen we niet goed genoeg voor elkaar. Het begint eigenlijk al bij de aftrap, die bal gaat naar achter en dan geef maar een signaal af, meteen Sturm und Drang. Nou, dat gebeurt niet, de bal wordt rondgespeeld en dan krijg je eigenlijk de eerste helft een hele slordige wedstrijd waarin, ja, als je nog iets van intenties hebt om er een heet Europa Cup avondje van te maken met misschien wel, heel misschien, hè, een stunt. Ja, een wonder, het Eindhovense wonder waar iedereen op zit te hopen hier. Ja, dan moet je daar gas geven en dat gebeurde niet. Wat een hele saaie wedstrijd, de eerste helft. En die ploeg uit Sevilla die vond het wel best, hè? Balletje rondspelen, heel slim, even wachten, op de grond liggen. Precies zoals we van tevoren uitgetekend hadden, min of meer. Nou ja, je kijkt natuurlijk naar twee avonden. Vorige week en vanavond. En dan is de eindstand 3-2. En dan weet je dat je vanavond niet hebt verloren. Dat je vanavond wel een goede prestatie hebt geleverd met dit team. Met deze jonge groep had je niet meer kunnen doen vanavond. En dan weet je ook dat je uit met 3 goals dat het te veel was. Er is eigenlijk in Spanje geen haan die daarnaar kraait. En PSV gaat weer niet door in Europa. Het is een repeterend verhaal de laatste jaren. Kunnen we de staf ook iets verwijten? Want ik hoor reacties om me heen in het stadion. Er wordt op een gegeven moment lang niet op goal geschoten. Er wordt dan niet snel ingegrepen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind wel dat in deze wedstrijd PSV veel te laat op stoom komt. En veel te laat gas geeft. Je moet een signaal afgeven aan je publiek. Je moet laten zien, wij willen ervoor gaan. We willen ervoor knokken. We willen eigenlijk tegen beter weten in toch er nog een wedstrijd van maken. Waarin we misschien wel een vroege goal maken. En dan is er wel wat mogelijk. In kleine kans, maar er is er misschien nog wat mogelijk. Nou ja, goed, dat signaal kwam niet. En ja, dat was wel wat Ruud van Nistelrooy van tevoren had gezegd. Van, hè, we gaan ervoor, Botverdikke, Vamos. En we zullen de beste versie van onszelf zijn. Nou, PSV was niet de beste versie van zichzelf. Hij greep overigens wel in, hè, met Obispo en Teese naar de kant. Maar het is veel te weinig. We wisten ook aan de voorkant dat we gingen doorschakelen na ongeveer een uur. En dat was met Fabio Silva naast Luc. En Xavi naar het middenveld met de punten achter met Veerman op 6. Ja, daarna heb je dus Mauro hoog aan de linkerkant. Ja, dan speel je al met 3 verdedigers, 3 middenvelders en 4 aanvallers. Ja, en vanaf toen vond ik wel dat wij de kansen gingen creëren. En dan maak je in 75 minuten 1-0. Want je ziet, als die goal dan komt, dan kan het ineens wel. Ja, nee, maar daarom zeg ik, het moet sneller. Het moet. En ook van de kant mag je dat verwachten, dat ze dat met impulsen doen en misschien wel eerder wisselen. Ik bedoel, ga dan maar gelijk opportunistisch spelen. Het publiek zong al snel alles of niets. Ja, maar voor de wedstrijd al. Ja. Ja, en dat zie je gewoon dan niet terug. En er zijn meerdere manieren om zo'n wedstrijd aan te vliegen. En je kan ook door geduldig te zijn en een goal maken en de tegenstander uitlokken, kun je nog wat doen. Maar ja, ik denk toch dat je eerder naar voren, eerder gas geven, eerder laten zien aan je publiek wat je intenties zijn. En dan kun je ook verliezen, hoor, want ja, wat zeg ik, 3-0, dat ga je niet meer zo snel goed maken. En helaas kwam in de 94e minuut pas de tweede. En had je nog heel even met Guus Til, die dat schot had wat geblokt werd op de rand 16 in de allerlaatste seconde. Maar de spelers waren vooral teleurgesteld dat de scheidsrechter door natuurlijk helaas wat er gebeurde met het incident met de supporter op het veld, dat de scheidsrechter aangaf, we spelen vanaf nu nog 2 minuten. En daarna floot hij meteen af. Dus de spelers wilden nog natuurlijk dat als slotoffensief gebruiken. Tweede teleurstelling van dit Europese seizoen eigenlijk. Ja. Na de uitschakeling tegen Rangers. Ja, kijk, bij PSV willen ze altijd dat er Europees overwinterd wordt. Nou, die doelstelling hebben ze dan gehaald, maar het moet een hele bittere nasmaak zijn, joh. Want als je ooit een kans had om de Champions League in te gaan, ja, dan was het wel dit seizoen. En ik vind daar de staf wel iets te verwijten. Want je hebt gezien in Schotland hoe je de Rangers moet bestrijden. Zeker het laatste half uur vol onder druk zetten. En dat zie je, dan weten zij het niet meer. En dan krijg je zelf kansen. Omdat je een beter voetballend team bent. Omdat je meer kwaliteit in je ploeg hebt dan Glasgow. Dan Rangers FC, moet ik zeggen. En dan kom je in de thuiswedstrijd. En wat doe je? Ja, dan ga je afwachten. Behoudend voetballen. In plaats van weer naar voren spelen.
drang laten zien. Ik moest er heel even aan denken. Want toen die goal viel vanavond, dacht ik ook... had je dit niet vanaf het begin zo opportunistisch moeten doen? Ja, tuurlijk. Ik ben het met jou eens. Dan moet je het opportunistisch doen. En als het, dan niet in lijkt te zitten, dan moet je... met een extra spits erbij, een rechtspoot op links, die ballen erin draaien. Linkspoot op rechts, ballen erin draaien. Luc de Jong zoeken met het hoofd, Til eromheen komen. Ja, dan kan je misschien nog wat proberen en wat uitrichten. Nu was het de eerste helft zeker. Heel veel foute passes, proberen de bal in de ploeg te houden. Ja, dat heeft niet gewerkt in elk geval. Ja, en dan is het toch een heel zuur Europees seizoen. Hè? Met name die uitschakeling hier tegen de Rangers. Ja, dat was een grote dreun, een hele harde klap, wat heel veel dingen in werking heeft gezet. Bijvoorbeeld John de Jong, in wie het vertrouwen werd opgezet, had PSV de Champions League gehaald. Dan waren er 40 miljoen bijgeschreven, had hij hier nog gezeten. Nu werd Gakpo verkocht in de winter. Ja, daar kan Ruud van Nistelrooy natuurlijk niks aan doen, maar Madueke ging erachteraan. En dan zie je toch, zeker in de eerste helft in Sevilla, kijk, Saibari kreeg daar de bal. PSV speelde echt prima. Saibari moet daar de 1-0 maken. Staat Gakpo daar of Madueke, zit hij wel. En is eigenlijk, je hebt spelers nodig die kwaliteit hebben, het verschil maken. En dat is Ruud van Nistelrooy niet aan te rekenen. Dat die verkocht zijn onder zijn billen vandaan. Niet te min mag je ook verwachten dat ze, als je al 3-0 verloren hebt in een uitwedstrijd. Ja, ga dan maar volle bak en kijk maar wat Schipstrand. En dit was een beetje vlees nog vis. Het is gewoon waar we nu zitten met z'n allen. En dan moet je ook blij zijn dat je zulke wedstrijden mag spelen. En dat ben ik ook. En als je dan ook nog kan winnen, ja natuurlijk, dan hang ik hier voor een avond een uurtje de slingers op. En nu nemen we de lessen en halen we de positieve dingen eruit voor deze groep en deze spelers. En daar kan ik ze alleen maar mee complimenteren. Je had nog een vraag? Achterin, yes. Ja Ruud, je begint zelf al over die lessen. Na dit Europese seizoen, wat zijn de lessen die je trekt uit deze wedstrijden? Nou, ik denk dat de groepsfase heel sterk was. De wedstrijd uit bij Arsenal en was een hele degelijke wedstrijd. Die 1-0 verliest, thuis Arsenal 2-0, was een hoogtepunt. En ik vind Sevilla nu 2-0 thuis winnen, dat is toch een wat aanspreekt. Ook in Europa. Alleen ja... Je koopt er niks voor, omdat je uit op detailniveau door je eigen toedoen ook nog eens de doelpunten tegenkrijgt. Dus het zijn details en in hoofdlijnen zou je zeggen we zijn op de goede weg, maar de details nog niet. En dat is denk ik de conclusie voor dit Europese avontuur. Wat zegt deze uitschakeling over waar PSV wil staan en waar het staat? Nou, als je de geluiden hebt gehoord de afgelopen jaren, dan wil PSV bij de beste 32 van Europa zijn. Nou, dat zijn ze niet. Ze zijn steeds uitgeschakeld in de Champions League voorrondes. Ze hebben al sinds 2019 geen Champions League meer gespeeld. En nou in de Europa League, ja, dat begint ook een repeterend verhaal te worden. Vorig jaar was het Conference League, was Leicester City een maatje te groot. Ja, nu ben je in de tussenronde uitgeschakeld. Dus PSV is eigenlijk ver verwijderd van daar waar het wil zijn. Ja, het is duidelijk waar we staan als team dus, en als club. Dat weet je, dat hebben we het al heel veel over gehad. Dat heeft Marcel Brands ook uitgelegd. Ja, je wil daar weer naartoe. Daarvoor ben je een team nu in opbouw. Maar ik hou die ambities wel vast. En zo hoort dat, vind ik. Dat je hier moet, de spelers en ik, wij moeten worden afgerekend op prestaties. En dat is wat er moet gebeuren. En dan is dit heel hard na eerder al tegen Glasgow, tegen Rangers FC. Ook net niet, nu weer net niet. Ja, maar goed, je komt nu wel in de knock-out fase. Je hebt in een pool met Arsenal, Bodo Glimt, Zurich, heb je een hele goede Europese campagne gehad. Je wint ook weer thuis met 2-0 van Sevilla. Dus er zitten heel veel aanknopingspunten. Maar we hebben het vaker over details gehad. En over constant presteren op topniveau. Ja, dan moeten de stappen gemaakt worden. Dat is duidelijk. Maar er zijn ook genoeg aanknopingspunten. Dat vind ik wel.